Dag beste Berkelanders, we zijn hier bij de familie Overkamp aan de Stokkersweg. En we hoorden dat Benny een prijs heeft gewonnen. Ja, en dan gaan we eens even aanbellen en vragen wat voor prijs dat dan is. De deur gaat open. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zijn van Nieuws uit Berkeland. En we hebben gehoord dat u een prijs heeft gewonnen. Ja, dat klopt. En wat voor prijs is dat? Dat is een keizerkampioenschap van de over alle vluchten. Dat doen we met de postduiven. De postduiven. En hoe lang doet u dat al? Dat doe ik al vanaf 46. Ja, ja. En mogen wij die beker bewonderen? Want ze, ja, kom maar binnen. Dan komen we binnen. Gaan we even okay. De voeten vegen. Ja. Dat is hem. Dat is de beker. De beker. En wanneer heeft u die gekregen? Die heb ik zaterdagavond, is er uitgereikt in Lichtenvoorde. Ja, ja. Op een feestavond. Van, ja. Kreeg CC Achterhoek. En dit is het hoogste wat je kunt behalen hier in de regio, hè? Ja. 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 Dit is over het hele jaar? Of hoe dit gaat is over dit? Alle vluchten. Alle vluchten? Ja, dat is van april tot half september, zo weet je. Ja. En dan wordt alles bij elkaar opgeteld? Een beetje 36 vluchten of zoiets. 35, 36, ik weet niet precies. Zijn dat. En daarover heb ik de meeste punten. Ja. En ben je winnaar. En hoeveel mensen hebben daarmee gedaan? Ik meen dat ik gehoord heb van 195 liefhebbers. Wat heeft u daar op de kast staan nog meer? Dat zijn ook allemaal gewone bekers. Afgelopen jaren allemaal gewoon. We zijn nog weer bij. Ja, die zijn van de laatste, de laatste 15 jaar heb ik er bovenop een hele ja, ja. Kun je zo wel even kijken. Ja. En ik heb er ook al een keer zakken voor meegedaan voor de vuilnis, want die waren allemaal lelijk geworden. De bekers heeft hij weggedaan. Ja. Maar dat waren heel oude. Oud. Ja. Maar die hebben ze toen, er kwam de vuilnis, ik had ze bij de vuilnis gezet. Ja. Maar die chauffeur en die helper, die hebben ze nog wel voor in de wagen gelegd. Oh, die hebben ze wel apart gehouden. Ja, wel apart gehouden. Ja. Nou, die kun je natuurlijk wel weer opmogelen. Hè? Ja. Dat ze weer bijna nieuw zijn. Ja. Maar ik had er toen genoeg van. Ja. Die moest niet meer uit. En hoe reageren de andere collega's? Oh, sportief, hè? Sportief, ja. Ja, ja, je wint het niet elk jaar, hoor. Nee. Dat zijn ze keer weer allemaal. En die duiven, waar zijn die losgelaten? Die op verschillende plekken. Ja, die. En wat is verste weg? De verste vlucht die ik gevlogen heb, dat is. Saint-Vincent, dat is 1100 kilometer. Ja. Ruim 1100 kilometer. En dan worden ze er naartoe gebracht, of hoe gaat het? In de vrachtwagen? Die gaan met de speciale containers gaan, die worden niet vervoerd. En van wie is u dat overgenomen? Van uw vader? Nee. Nee? Nee. Ik had vrienden. Ja. En die hadden ook weer duiven. En zodoende kwam ik ook aan duiven. Dat was net na de oorlog. Ja. En de eerste die ik heb gehad, de duif, die kwam er van een liefhebber, Snipper heette die. En Rikke Snipper. En die had die duif uit de toren gehaald, uit de kerktoren. Hier in Eibergen? Ja, en die had het hele bos weer nog versplukkeld, gebroken. Die had schijnbaar een ongeluk en daarom was hij daar blijven hangen. Ja. En die heb ik toen, dat was een van mijn eerste duif. En later weer van de vrienden duiven en zo gaat het verder. En ja. Dan koop je ze een keer duiven en ga je naar een verkoop, dan koop je was. Tegenwoordig is het allemaal internet. Als je goed kun je kopen. En zo gaat dat. Als je wat nodig hebt, dan kun je er genoeg kopen. Ja. Maar je kunt ook ruilen met liefhebbers en zo. Kunt u de duiven laten zien? Die heeft u denk ik buiten of niet? Ja. Lopen we die kant even af? Ja. Dus hier zitten de duiven in? Ja. Maar die kun je ook wel. Kunt u een deurtje losmaken? Ik kan de deur aan de losmaken. Of vliegen ze er dan uit? Nee. Nee? Nee. Oh ja, daar zitten ze. En dan krijgen ze voer en water en. Hier worden ze gewoon verzorgd. Ja. Dan krijgen ze voer. Winterdag twee keer per dag. Twee keer per dag een beetje schoonmaken. Ja. Kunt u er eentje uithalen? Is dat moeilijk? Ja. Ja? Dat kan zo weer pakken.
Maar hier heb ik drie van die hokken zijn zo'n beetje zo. Ja, ja. Oh ja. Nou, ze zitten er rustig bij, hè? Ja. Geen stress? En hier zegt dat is niet zo'n hok. Hij zegt dat ook. Hier zit nog een paar meer in. Oh ja. Ja, die oude duiven die heb ik al op getal gemaakt. En dan moeten we straks de jonge duiven mee. Ja, ja. Ik zal even mee pakken. Kijk, daar hebben we er een. Ja, hoe kun je nou zien dat het een postduif is? Waar kun je dat aan herkennen? Ja, dat kun je zo eigenlijk niet zien, maar dat is. Je koopt die rassen, die zijn er allemaal. Ja. En dat zijn de postduiven. En dan ga je verschillende soorten rassen ga je door elkaar kweken. Maar deze dag die heeft. Die is nu van 97, dus die is al 13 jaar. Zo, die is 13 jaar oud. En die heeft twee keer de hoofdprijs van München gewoon. Twee keer televisie. Ja, dus ja. Nog wel aardig wat centen erbij. Dus een bijzonder dier? Ja, dat zijn van de betere duif. Ja. Ja, dus. Hoe oud kan een duif worden dan? Nou, ik heb de oudste gehad al 20 jaar. Maar toen was het ook zo, toen kwam ik kwam in het hok, ging even kijken naar de duiven en kwam die nog aan de voerbak. Ja. En toen ging ik het hok uit en ik hoorde wat, ik ging terug en toen lag hij dood bij de voerbak. Zo. Was hij er afgevlogen, dat kon ik horen. Ja. Ik wist niet precies wat het was, daarom ging ik terug. Maar die was 20 jaar. Zijn het een soort kinderen voor u of hoe moet ik het zien? Ja. Vrienden. Vrienden, ja. 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 Ja, je bent er, zoals deze, die zijn nogal ja, wel ouder. Maar daar ga ik ook niet meer mee vliegen. Nee. Dus meer voor de hobby. Jongen gaan kweken, maar niet meer vliegen. Nee. Heeft u nog jongen van nu dan? Van deze heb ik ook wel jongen, ja hoor. Ja, heel mooi band, zo'n band daar heb ik niet erin, maar heel goed gevlogen ook wel. Ja. Dit zijn de jongste duiven? Die zijn uit Indes, moet je even kijken. Die, hij is daar. Kus. Ja, misschien kun je als je erin gaat, dat is wel beter. Oh ja, dat is een hele jonge, ja. Twee van die kosten, dat zijn niet, ja, toch niet bij elkaar zitten. Nee. Die, dat is de jongste die er is. Maar ze zien er gezond uit. Jawel.